Gezondheidsminister Umar Ramadien zegt dat de aanval op zijn adres wel een degelijk effect teweeg heeft gebracht. Er zijn vorige week schoten gelost op de woning van de bewindsman. De minister wilde gisteren voor de vergadering van de ministerraad inhoudelijk niet veel kwijt, omdat het een lopend onderzoek betreft. Nou, wat ik kan zeggen is dat we hebben afgesproken met de regering dat de minister van Justitie de centrale informatievoorziening gaat doen in zaken het incident. Dus ik kan voorlopig met die afspraak gaan we mee en hou ik me ook daaraan. Dus ik denk dat het goed is om de minister van Justitie en Politie om nadere informatie te vragen. Ja, we moeten ons altijd alle tijden proberen veilig te voelen. Het heeft natuurlijk impact en ik heb in het DNA daarover gesproken. Ik heb daar ook aangegeven wat voor impact het heeft. En uiteraard moeten we waakzaam blijven te alle tijden. Heeft u enig idee waarom iemand die zou willen aanvallen? Helemaal niet. Helemaal niet. Die vijanden? Dus dat zeg ik heb geen alle verklaringen, omdat er, als er iets gebeurt, dan moet je de politie gaat je altijd ook vragen stellen. U weet zoals onderzoek hoe ze te werk gaan bij onderzoek. Ik heb daar mijn verklaringen afgestaan. Ik heb ook gezegd in DNA, ik ben niet bevreesd en we gaan gewoon verder. Met het werk en we rekenen op een goed resultaat voor het onderzoek. De veiligheid op het adres van Ramadien, waar ook een polykliniek staat, is opgevoerd. Op de dag van het incident raakte niemand gewond.